hele gave survival video. Want vandaag gaan wij naar het allereerste metrostation. En dat is station Dino. En het is ook al een metrolijn. We hebben een tussenstation. En het volgende station dat erna komt is al een aanbouw. En ik moet eerlijk zeggen dat ik voor de video heel eventjes stiekem deze twee blokjes heb weggehakt. Omdat ik geen permissies met het account heb om door een deur in te komen. Dus ik moest iets bedenken. Normaal gesproken mag dat niet. En wij kunnen dus altijd ook wel checken of hier iemand iets gaat slopen om bij dit paneeltje te komen. Maar, wat hebben wij hier gebouwd? Wij hebben hier een heel mooi metrostelsel gebouwd. En we gaan het treintje laten spannen. Dan gaan de beugels sluiten. Dat betekent dat als je er nu in zit, kom je er niet meer uit. En dan gaan we het treintje laten vertrekken. En dan gaan wij heel snel instappen. Want waarom ik dit op deze manier heb moeten doen, is anders kunnen wij dadelijk niet meer uitstappen. Want die beugels, die staan anders nog steeds gesloten. Wij gaan nu dus met de metro naar het volgende station toe. En er komt voor degene die het dus eventjes willen weten, voor iedereen die een metrostation wilt hebben, dat is mogelijk. Dan moet je zelf een station bouwen. En dan kan bijvoorbeeld Dino, dat is een van degenen die de stationsgangen aanlegt, of in ieder geval de metrogangen aanlegt, die kan dan uiteindelijk een metrolijn naar jouw gebouw toe brengen. Maar hij heeft er best wel wat werk voor nodig, want alle gangen zijn 3x3 breed, zoals je kunt zien. Dus 3 van links naar rechts en 3 van boven naar onder. Dus het is niet heel erg makkelijk om dat eventjes zo op 1, 2, 3 aan te gaan leggen. Nou, nu kun je zien, you are on a new station. Nou, nu kunnen we uitstappen. En nu stappen wij weer in. Nou, nu zijn wij hier voorbij. En dus kun je weer zien dat we niet meer uit kunnen stappen. We zitten weer vast. Nou, dat is alleen maar goed. We hebben een treintje nu van 5 karretjes. Op deze route, omdat er een hele kleine station tussen ligt, kunnen wij ook geen grotere neerleggen. Hier waar we nu aankomen, hier komt dadelijk het tweede station. Die ligt wat hoger, zoals jullie kunnen zien bij Wyomet Bro. Die is hier zo. Nou, hier zo kunnen wij er dus niet uit. Dat heeft dus te maken omdat hier de trigger, dat wij hier eigenlijk niet een echt station tot nu toe van hebben gemaakt. Maar hij ligt wel al op de route. En waarom? Zo kan het treintje op en neer gaan rijden. Nou, wij gaan dus door naar, terug naar het oude station. Dus het middelste station. En daar kunnen we dus wel uitstappen. En daar kunnen wij dan bijvoorbeeld ook weer met de lift naar boven. En kunnen we daar bijvoorbeeld op de koffie gaan. Dus dat wordt heel vet, want al deze metrowegen, die komen dus hier overal dadelijk te liggen. Nou, kijk, nu kunnen we dus uitstappen. Nu gaan we erin en dan kun je dadelijk weer zien dat we hier kunnen wij niet meer uitstappen. Zie je? We kunnen niet meer uitstappen. Wat ik ook doe, ik probeer te shiften. Ik kan spatie klikken wat ik wil. Je zit gewoon gelokt in je karretje. Echt super chill. Nou, dan komen we dus dadelijk weer aan op het station. En dan ga ik weer eventjes alles helemaal goed neerzetten. En dat betekent dus ook, dat is heel leuk, deze rijden dus niet als er niemand online is die dit kan bedienen. Dat gaat eigenlijk ook gelden voor als het pretpark wordt gebouwd. Die kunnen alleen worden bediend door degene die daar dus ook daadwerkelijk in het station mogen bedienen. Nou, wat we hebben daar dus ook op bedacht, dat is iets heel leuks. Er komen regio's, dus bijvoorbeeld station Dino, dat is een regio dadelijk. En dat betekent dat als jij daar een eigenaar van bent, of je bent een member ervan, dan kun je het station bedienen. En anders kun je dat station dus niet bedienen. Je zult ook kunnen zien, je kunt wel een karretje gaan zitten, maar weg gaat hij niet. Het leuke is, op het moment dus dat ik 1 keer op deze knop nu duw, betekent dat iedereen die nu in een karretje gaat zitten, er ook niet meer uit kan. Dus dat zijn wat van die leuke kleine dingetjes. Ik ga mij het hier weer sluiten en dichtmaken. Kijk, zo, voilà. En dan is het... Oh, wacht. Nee, ik moet hem eventjes andersom doen. Zo. Ah, nee, ik doe weer fout. Het is volgens mij... Hé? Ah, nee, ik deed hem nou wel goed. Oké, zo. Oké. Nou, jullie zien het hier dus ook al. Hier zo staat ook al een treintje klaar. En dit treintje, dat gaat uiteindelijk door die gang. En waar die dus naartoe gaat, dat weten wij nog niet. Maar in ieder geval, volgens mij ging die naar Samantha toe. Maar hoe vet is dat? Dan als die treintjes bijvoorbeeld, we kunnen ze ook gelijk laten starten dadelijk. En dan gaan die treintjes dus hier gewoon tegelijkertijd. En je hebt dus echt iemand nodig die dit kan bedienen. En wat ook heel tof gaat zijn, we gaan uiteindelijk met een economie-plugin werken. En dat betekent dus dat je waarschijnlijk ook een ticket kunt betalen om in te stappen. Dat gaat dus ook betekenen dat er een economie in de game gaat komen. Dus dat we ook wat economische dingetjes gaan krijgen. Wat super chill en super tof is.
Daarbij is ook wel tof om te laten weten dat wij natuurlijk ook bezig zijn geweest met de claims. En wij hebben besloten om alle claims, dus alle items van hout, keer 10 aan waarde te maken. Dat betekent dus dat alle waardes keer 10 zijn gegaan. Dus dat betekent dat als je nu een stekkie hout erin hebt zitten en je hebt echt maar één claim, dan kun je best wel lang met jouw claim doen. Dus voor iedereen is het nu ook wel mogelijk om gewoon 10 claims te onderhouden. Je moet wel in de gaten houden dat als je dus een claim hebt en je hebt daar een station, dan kan niemand jouw station gebruiken. Dus je station die mag niet in een claim liggen. Want ligt die wel in een claim, dan zou je eigenlijk al moeten aanzetten dat mensen mogen interacten. Hé? Nee? Schaappowers claim. Volgens mij heeft hier een villager in gezeten, maar waar is die villager naartoe? Zou die naar zijn huisje zijn gegaan? Ik weet het niet. Jullie zien trouwens ook dat de Battle Pass werkt. Jullie zien mijn daily mission die ik nu aan het doen ben. Moet ik 3000 blokjes gaan wandelen voor die daily mission. Dus lukt aardig. Ik ben heel benieuwd wat hier wordt gebouwd. Het lijkt op een hele grote kerk die ze hier aan het bouwen zijn. Daar zo allemaal deurt. Ik weet het niet zeker, maar van wie zou dit dan zijn? Hey, dit is van Yes. Hallo Yes. Hi. Yo. Hij is echt super groot aan het bouwen. Oh, dit ziet er echt ook nog enorm awesome uit. Ik vind eigenlijk dat bij Jesses ook een station moet komen te liggen. Maar dan moet hij bijvoorbeeld zelf kiezen van, hey, leg ik het station hier onder de berg neer, dat je makkelijk naar thuis kunt. Of leg dit station hier naast dit neer. En wat natuurlijk ook nog mogelijk is, zoals natuurlijk het, in het echte leven, heb je natuurlijk ook spoorwissels. Dus het kan ook nog zijn dat we binnenkort gewoon bijvoorbeeld dit spoor kunnen connecten op twee andere sporen. Hoe vet zou dat gaan zijn? En zo zijn we dus met heel veel realistic updates bezig op de server. En worden er ook echt steeds minder dingen toegestaan. Maar het blijft en het is wel gewoon survival. Want de mensen die gangen gaan uitminen, die moeten ook echt gaan minen. Het is niet zo dat ik nu zeg van, hey, ik help je wel even mee met Wild Edit. Ik ga voor jou eventjes zelf eens uitminen. Nee, dat is niet de bedoeling. Je moet het uiteindelijk toch echt zelf doen. En dat zul je dus ook hier bij Dino zien, dat hij alles helemaal zelf doet. Nou ja, drop je koortsboekje hier als je een railway wilt hebben. Dus vanuit station Dino kun je nog aanvragen om daar naartoe te gaan. Ik weet niet tot hoe groot hij het station uiteindelijk wilt bouwen. Donaties voor aanleg, railway, iron of rails. Nou ja, ik heb volgens mij geen iron en ik heb ook geen rails. Dus sorry, anders had ik wel wat gedoneerd. En hier zo, volgens mij staat deze niet in de claim. Hè? Nee, dus ik kan hier gewoon naar binnen. En ja, het enige nadeel is de metro rijdt eigenlijk op dit moment niet. Want er is niemand die achter de knoppen kan staan. Maar uiteindelijk is dit dus wel de bedoeling. En is dit de railway. En ik vind het echt nogmaals echt super, 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 super awesome. Hoe die railway eruit is komen te zien. En ook wat jullie dus zien van het is gewoon een soort van realistischere gang dan een 1x1 gangetje. Mission complete. You complete a daily adventure challenge. You received 100 XP. Oké. Okay. Dan wil ik eigenlijk heel eventjes kijken bij Battle Pass. Battle Pass. Even kijken. Want ik heb dus nu missies al gehaald. En hoeveel dingen heb ik nodig? Wanneer word ik tier 2? Even kijken hoor. Ik ben tier 1 en ik heb 100 XP van de 1000 XP. Oké, okay, en wat voor missies kunnen wij dan hier doen om echt veel XP te verdienen? Oh, je moet dus 10 missies halen om 1 tier omhoog te gaan. Oh, dat klopt niet helemaal. Dan moeten we dat nog heel eventjes gaan fixen. In ieder geval, we hebben 2 weken lange test Battle Pass. Voor degenen die rank hebben. Oh wacht, je kunt elke dag kun je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 challenges halen. Dus elke dag kun je 700 XP halen. Dus dat betekent dat jij uiteindelijk 700, 14 dagen, dus 7000, dus sowieso 7. Een leveltje of 8 à 9 kun je sowieso alleen al daarmee omhoog. Dus waarschijnlijk kun je net de maximale tier halen. Maar er wordt ook nog wel wat aangepast. Het kan zijn dat de daily missies dadelijk toch wat meer XP gaat opleveren. Maar ja, die Battle Pass werkt dus op dit moment is in een beta. Degene die een rank hebben, die krijgen de premium Battle Pass erbij. Dus die krijgen de wat extra itempies. Holy moly. Ja, oh. Ik ga heel even heel snel naar mijn home toe. / home. En doe me gewoon huis. Maar ik kom bij mijn eigen home. Oh nee, ja, dit is die oude home van mij natuurlijk. Dat klopt ook. Dat is wel een beetje jammer dat we nu bij onze oude home zijn.
Maar ja, maakt niks uit. We kunnen straks ook nog altijd naar mijn eigen home toe. Maar dit was eigenlijk het voornamelijkste wat ik jullie wou laten weten. Ik vind het echt een super nice update, die metro. En die metro is nog lang niet af. Hè? Dit is echt nog maar de beginfase. Van de gangen worden aangelegd, er worden testritten gemaakt. Maar de metro rijdt nog niet heel erg vaak op dit moment. En daarbij hebben we ook nog heel weinig mensen die het controlepaneel kunnen en mogen bedienen. Dus misschien is er nog wel iets voor jou. Maar ik denk dat bijvoorbeeld bij zo'n station van Dino, dat Dino wel zoiets heeft van ja, je moet wel mee hebben geholpen aan het aan de metro aanleggen of uithakken en dat soort dingen. Dus ik weet nog niet precies hoe dit verder in elkaar gaat steken. Maar wat dus wel zo is, is van we hebben dus de toepassing en de toevoeging om een metro te kunnen gebruiken. En daar gaan we dus ook mee veel verder mee ontwerpen en ontwikkelen. Zodat er uiteindelijk overal een metrostation komt. En met ontwerpen en ontwikkelen bedoel ik dus de mijngangen moeten worden aangelegd. De rails moeten worden aangelegd, stations moeten worden aangelegd, ingeprogrammeerd. Dus er zit wel heel wat werk achter de schermen om even een metrootje aan te laten leggen. Maar in ieder geval de tweede lijn is al in de maak. Lijn 1 die ligt al met één tussenstation. En lijn 2 die gaat, dacht ik, naar Ilona en Samantha. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze video. Ik vond het echt weer super vet. Want ja, zo'n metro, ik ben er echt super blij mee. En dan zou ik zeggen voor nu nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk check ik jullie dan snel weer terug bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.